Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Terencia Yitno. Deze jonge dame is verbonden aan haar eigen organisatie TJ's Creativity. We maken een babbeltje met haar vandaag in Q-Time om haar te leren kennen en meer te weten over wat ze allemaal doet en maakt. Terencia, welkom in deze aflevering van Q-Time. Hi mevrouw Ode, dankjewel. Alles goed met jou? Gaat prima. Ja, ondanks deze pandemie. Vertel me wat meer over TJ's Creativity. TJ's Creativity is mijn onderneming. Ik ben er in 2016 mee begonnen, toen ik in verwachting was van mijn tweede kind. Eigenlijk kan je zeggen dat met de geboorte van mijn zoon mijn business ook is geboren. Ik vervaardig met de handgemaakte items, meer van hout. En ik specialiseer me meer in het personaliseren van de handmade items. Oké. Hoe ben je hierop gekomen eigenlijk? Want ja, ik neem aan dat als je zwanger, en ik bedoel, ik zou zeker niet aan jou zien dat je twee kinderen hebt, maar oké. Je hebt een kleintje in huis, je tweede kind is op komst en daarna ga je direct de onderneming starten. Want het is ook echt een onderneming, TJ's Creativity? Ja, het is een bedrijf. Je kan zeggen dat het een onderneming is geworden. Ik was eigenlijk begonnen met babyspulletjes maken. Dus babyspulletjes maken voor het babybed. Ik zocht naar leuke spulletjes, maar ik kon niet vinden waar ik naar zocht. Dus heb ik besloten om het zelf te maken. En van het een kwam het ander. Ja, en intussen maak ik dus nu meer dan alleen babyspulletjes. Ja, dus je bent begonnen met babyspulletjes. Ik zie achter je dat je daar ook tassen hebt. Heb je die ook echt helemaal zelf vervaardigd? Want je zegt eigenlijk dat je personalized, hè? Dus dingen die al bestaan, dat je ze eigenlijk mooier maakt en inderdaad een persoonlijk tintje eraan geeft. Ja, de meeste items maak ik helemaal uit scratch. Ik vervaardig houten items, souvenirs of geschenkjes, waarop je eigen tekst of je eigen logo of je eigen naam op kan plaatsen. En sinds 3 weken terug ben ik begonnen met deze tassen. Je bent echt een ondernemer. 3 weken geleden ben je begonnen met tassen. Je bent geweldig. Ja. Oké, en wat maken die tassen zo bijzonder? Want ik vind ze heel erg mooi, maar misschien kan je even eentje erbij pakken en ook even uitleggen. Ja, wat mijn tassen bijzonder maakt, kan je alvast zeggen dat je ze niet in de winkel kan vinden. ik heb deze tassen zijn helemaal vanuit scratch gemaakt. En wel, het materiaal heb ik wel in de lokale winkel gevonden. Dit wordt gemaakt van kunstleer. Hierop heb ik mijn logo gegraveerd. Dus kan je zien dat het van mij is. Het materiaal dat ik gebruik is kunstleer, canvas en de voering. Aan de binnenkant is ook canvas. Het is wel heel stevig materiaal. En de achterkant ervan is verstelbaar. Dus dat is wat leuk is aan mijn tassen. Ja, maar als ik bijvoorbeeld mijn naam op die tas zou willen laten graveren, zou dat ook kunnen? Kunnen? Dat zou ook al kunnen. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. En wat voor items van hout maak je allemaal? Items die ik van hout maak, de meest gevraagde zijn de sleutelhangers, waarop je dus je naam kan laten graveren. Het is één van ze, dus niet met een naam, maar met een quote. Zijn sleutelhangers die het meest gevraagd is. Meestal voor geschenkjes vragen mensen naar houten klokken. Hier heb ik een voorbeeld van. Het is een houten klok, vervaardigd vanuit pallethout. En hierop kan je je eigen tekst op laten graveren, naam van de persoon aan wie het wil schenken. Dus dit is ook helemaal vanuit scratch door ons vervaardigd. Oké, maar je zegt nu een paar dingen. Wie is ons? Want wie helpt je hiermee?
Mijn partner helpt me met de houten item. Okay. En met het graveren van de houten item helpt mijn partner. Maar hoe kom je erachter dat er behoefte is? Dus je bent 5 jaar geleden gestart en ik vraag me altijd af hoe je erachter komt dat mensen dit willen. Dus dat is wel iets dat ik me vaker afvraag als ik luister naar jonge ondernemers. Ja, ik weet voor mezelf weet ik dat ik het leuk vind wanneer ik mijn naam op iets web simpel maak. Als ik mijn naam erop zie, vind ik het leuk. En ik heb er zijn heel wat dingen waarop je niet gewoon naar de winkel kan stappen en het kopen met je naam erop. Dus daarom heb ik besloten om zulke items te maken en te personaliseren. En de vraag is wel heel groot. Oké, en heb je ook social media gebruikt om op te starten en aan te bieden wat je ja, allemaal kon? Ja, mijn Facebook page, ik heb wel een page, mijn onderneming is wel op Facebook onder de naam TG's Creativity. Dus daar gebruik ik, Facebook gebruik ik dus wel om mijn items te promoten. Ja. En heb je ook een locatie of doe je alles gewoon nog steeds vanuit je huis? Ik doe alles gewoon nog steeds vanuit mijn huis. Dus de items die kunnen dus besteld worden en kunnen bij me opgehaald worden. Oké. Dus dat is eigenlijk is je huis ook je plekje van business gewoon. Je hebt geen ja. winkeltje of zo. En nee, wat is je ambitie? Hoe wil je dat deze onderneming van jou doorgroeit? Ik zou natuurlijk verder willen gaan met mijn onderneming. In de toekomst zou ik wel een eigen shop willen hebben. Waar mensen dus naar binnen zouden kunnen toestappen. En wat allemaal te bieden heb. En ter plekke hun items bestellen. Oké. Dus je zit niet er bijvoorbeeld aan te denken om je brand uit te breiden, om het bijvoorbeeld aan te bieden aan bepaalde winkels in Suriname die dan zouden doorverkopen. Maar dat is natuurlijk ook een mogelijkheid voor uitbreiding. Ja, inderdaad. Dat ben ik wel van plan. Dus om het alvast te sampelen, om verder te verkopen, om winkels te laten afnemen. Dus, dat ben ik wel van plan. Je ja. hoeft je voorlopig nog niet te vervelen. Nee, nog niet. Je tweede baby is 5 jaar oud. Komt er ook een derde? Of komt er misschien ook weer een nieuwe onderneming met het derde kind? Zou kunnen. Nou, oké. Je zegt geen nee. Dus dat wil zeggen dat je nog wel tijd en ruimte hebt voor nog meer activiteiten. Oké. Heel erg nice. Oké, Terentia, very nice. Dankjewel dat we kennis met je mochten maken vandaag. Zoals je al zei, de social media pagina's zijn de plekken waar de mensen jouw spullen kunnen vinden. TJ's Creativity is de naam die je gebruikt. Dus mensen zouden daar kunnen kijken wat je allemaal te bieden hebt. En neem ik aan dat als ik iets een idee heb en ik wil dat jij het voor me uitvoert, dan kan dat ook wel, hè, voor een bepaalde gift of zo. Klopt, ja, inderdaad. Oké. Prima, hartelijk bedankt en heel erg veel succes toegewenst. Ook bedankt aan u en uw team dat u mij in uw programma heeft meegenomen. Daarvoor zijn we er. Ja, heel hartelijk dank. Is goed, dankjewel. Bye. Dankjewel. Dat was een gesprekje met Terentia van TJ's Creativity. Altijd leuk om te zien dat deze jonge ondernemers gewoon vanuit het niets beginnen met iets en het doorgroeit naar iets waar ze hen zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en natuurlijk ook andere mensen daar blij mee kunnen maken. Dus zoekt u naar een personalized gift, check even de social media pagina's van TJ's Creativity uit om te kijken als misschien daar ook iets tussen ligt voor u. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.